de Q&A, de hangouts, die is online. Dus je kan gewoon naar de website vonkradio.nl. Kan je gewoon op de website klikken naar de hangouts. En dan kan je met ons contact opnemen en een vraag stellen. Dus je kan via de chat of via YouTube kan je vragen stellen. En je kan gewoon via de hangouts met de directie en met ons in gesprek. Ja. We hebben er al een paar. Ja, we hebben al heel wat vragen gekregen. Dus dank daarvoor allemaal. Dat is heel erg leuk. Eens even kijken. Fons, wil jij beginnen? Ja, de eerste gaat erover van Jannes. Gaan we bij corona 2.0, dus de volgende keer, weer een lockdown doen? Weer zorgen dat we eigenlijk alles afsluiten? Wat voor beleid lezen jullie en hoe kunnen we dat volgende keer beter doen? Ik denk als ik kijk van wat er bekend is met het coronavirus, dat onze overheid best wel goed heeft gehandeld, dat we nu die 1,5 meter economie aan het opbouwen zijn, dat mensen echt nog gewoon rustig thuis zitten en dat we op een slimme manier die lockdown gaan omvormen naar onze 1,5 meter economie. En veel onderzoek is nu gaande. Dus als het de volgende keer aandoet, moeten we goed kijken naar de oorzaken. En we zien gewoon dat veel oorzaken gewoon in China gebeuren. Hè? En als je China erop wil aanspreken van wat er gebeurt, dan kan dat niet in een klein landje als Nederland. Dan moet je dat namens de Europese Unie doen. Hè? We moeten aan China gaan vragen van is dat virus daar ontstaan? Komt dat door die ziekenhuizen? Komt dat door het onderzoek? Komt dat door die veemarkten die daar zijn? Hanteren die wel gewoon de internationale veiligheidsregels? Kunnen we daar onderzoek naar doen? Als je een internationaal onafhankelijk onderzoekspanel wil opzetten, ja, dan werkt dat niet als Nederland daarvoor staat. Dan moet je namens de Europese Unie hardop zeggen. Precies, helemaal mee eens. De volgende vraag is van Monica. Ze stelt haar vraag in het Engels. Deze is ook voor jou, Fons. Ja. Is there any opportunity better than this crisis to build one or two sustainable European airlines? Why should European taxpayers spend so much money to support these national airlines that will not be able to survive, whereas a combination of airlines could strengthen the overall position of the European airline networks? What's the opinion of Volt? Dus vanuit Volt zien we inderdaad ook dat de hoeveelheid vliegen momenteel gewoon niet duurzaam is. We moeten gewoon minder gaan vliegen om te zorgen dat we die klimaatdoelstellingen halen, door om te zorgen dat luchtvaart ook meedoet in de Europese emissiehandel. Als we kijken naar of een Europese airline nodig is, hebben we niet al meteen een standpunt voor gezet. Daar gaan we zeker wel Europees breed over denken. Maar het klinkt eigenlijk wel logisch. Want als jij minder hoeft te vliegen en we bouwen nu een beter treinnetwerk op, ja, dan zou je ook vanuit Brussel kunnen vliegen en vanuit Frankfurt kunnen vliegen in plaats van alleen maar Schiphol. Hoeven de Lelystad bijvoorbeeld misschien niet te bouwen. Het scheelt gewoon weer het bouwen van extra infrastructuur. En door het bouwen van dat extra treinenstelsel, dat we internationaal willen versterken, waar Volt Europa en Volt Nederland zich heel erg op inzet, kunnen we zorgen dat die Europese airlines ook veel beter opgezet kunnen worden. Maar ook hoe specifiek die fusies, daar moeten we nog verder doordiscussiëren. Zeker. De volgende vraag is van Wim en die vraagt hoe divers is Volt? Volt is heel divers. Dat zit ook echt in Volt. Hè? Dus al die verschillende landen, al die verschillende nationaliteiten. We hebben ook vrij veel vrouwen in onze beweging zitten. Ik sta hier samen met jou, Fons, en ik stond net naast nog een andere man. En ik denk, drie mannen, waar heeft die man het over? Ik zie alleen maar mannen, maar hier achter mij zitten alleen maar vrouwen toevallig. Dus morgen en overmorgen staan hier weer vrouwen. Dat wou ik zeker, zeker, zeker. Ja, en in alle belangrijke functies binnen Volt hebben we ook echt gewoon het beleid dat we gewoon een man en een vrouw willen hebben. Want leiderschap, gisteren bij Women Inc. kwam ook naar voren van, je ziet je rolmodel pas, of je weet dat je dat kan doen als je andere mensen ziet dat zij het kunnen. Ja. En door die posities ook tussen man en vrouw te verdelen, zorg je ervoor dat dames ook dat leiderschap zien en die rollen kunnen opnemen. Dus alle leiderschapsposities binnen Volt zijn co-functies. 1 man en 1 vrouw. Yes. En daarnaast is Volt ook aan het kijken naar een diversiteitstaskforce. Om te kijken of we daar
ook heel erg actief op in kunnen zetten. Er is al een Volt Vrouwen die ook zich bezighoudt met het werven van vrouwen, het behouden van vrouwen en het coachen van vrouwen. Want het is natuurlijk een andere wereld en daar wil je vrouwen zo goed mogelijk bij kunnen ondersteunen. Dan gaan we naar de volgende vraag van Ingeborg. Als een pan-Europese partij, hoe balanceert Volt de betrokkenheid en toewijding aan lokale, regionale, nationale en Europese politiek? Dat is eigenlijk heel erg simpel. We hebben stadscoördinatoren zoals ik. Dus ik heb contact met mijn lokale leden in de regio Wageningen. Dus van Veenendaal, Ede, Wageningen. Heb ik gewoon regelmatig contact mee. We hebben een online platform waarbij je nationaal en Europees mee kan praten in groepen. En die hebben regelmatige online sessies. Waarbij je ook bij een nationale of Europese commissie aan de slag kan gaan. En omdat we dat online platform hebben, Workplace, kunnen we zorgen dat je vanuit een stads team ook heel makkelijk contact hebt met bijvoorbeeld het nationale team in Duitsland. Ja. En op die manier zorgen we dat die cross-verbindingen tussen landen, maar ook tussen bij thema's, ook plaats kan vinden. En op die manier zorgen we dat lokaal ook Europees mee kan doen. Ja. En in Nederland is dat zo georganiseerd dat we 19 regio- en stadsgroepen nu hebben hier in Nederland. En die doen dus allemaal op lokaal, nationaal en dus ook Europees niveau mee. En dat is ook de kracht, hè, dat je lokale politiek kan je Europese politiek maken met Volt. Ja, volgende vraag, Mels. Waarom de naam Volt? Ja, dit vind ik altijd een hele leuke vraag. Omdat, nou ja, als je een Europese partij opricht, ja, wat voor naam geef je die? Die moet je uit kunnen spreken in al die verschillende talen. Volt is eigenlijk daaruit voortgekomen. Volt staat voor nieuwe energie. Wij willen gewoon weer die vonk ontsteken hier in Europa, zodat we mensen weer in staat krijgen om mee te doen. En Volt is daarnaast uitspreekbaar in alle verschillende talen in Europa. En daarom is daar ook voor gekozen. Nice. Hoe onderscheidt Volt zich van andere pan-Europese bewegingen zoals DiEM25? Nou, staat het al in de vraag, bewegingen. DiEM25 heeft bijvoorbeeld meegedaan met de Europese verkiezingen alleen in Duitsland met een internationale lijst. Wij als Volt doen mee in alle landen en zijn een Europese partij. En dat is dus eigenlijk heel erg anders, omdat wij in alle landen dus op de lijst willen gaan staan en daar ook internationale kunnen plaatsen. Verder is DiEM25 ook echt een linkse beweging, terwijl wij vanuit Volt ons niet per se helemaal links of helemaal rechts karakteriseren, maar gewoon echt kijken met de Europeanen samen wat de beste oplossing is in de maatschappij waar we samen mee staan en ook een gezamenlijk Europees, pro-Europees verhaal te vertellen. Zeker. We hadden ook nog een vraag van een van de bellers die net niet te horen was. En die vroeg eigenlijk, hoe betrek je jonge mensen bij de politiek? Ja, als ik kijk voor hoe ik zelf actief ben geworden, ik denk wat heel belangrijk is in eerste instantie, is om te kijken van wat vind jij zelf belangrijk in je leven. Veel mensen worden niet meteen betrokken bij de politiek, want het is politiek. Mensen worden betrokken bij de politiek omdat ze iets belangrijks vinden. Wat ze willen veranderen in hun maatschappij, waar je niet tevreden mee bent, waar je verbetering wil zien. En dat kan eigenlijk via een NGO, dat kan via een bedrijf, we hebben het net gezien, met Mark Hille, met Social Enterprise. En daarmee kan je dus ook verandering mee maken. Maar wil je echt snellere verandering wil maken, dan moet je begrijpen hoe de politiek werkt. En dat je onderdeel wordt hoe je in het politiek proces kan veranderen. Want uiteindelijk wordt veel van de regels die we in Nederland maken, worden gedicteerd door Den Haag. En dan is het belangrijk dat je ook politiek snapt waarom daar besluiten gemaakt worden. En dat je daar ook voor inzet. Dus precies. Mensen vinden bepaalde dingen belangrijk. Zien dat politiek daar ook een oplossing of een antwoord op kan geven en dingen kunnen versnellen en worden zo politiek actief. Ja, ja, eigenlijk als het dichterbij komt, hè, dan als het concreet wordt voor, ook voor mensen, dan gaan ze zich bewogen voelen om daaraan mee te doen. Voor mijzelf, om het ook persoonlijk te maken, was dat dus die Provinciale Statenverkiezingen waarbij ik dacht, hey, het moet anders. Ik kan nu niet langer vanaf de zijlijn toekijken. Ik moet nu gaan meedoen. Ik ga op zoek naar een beweging die daaraan bijdraagt. En nou, daar is de enige Europese oplossing eigenlijk Volt voor. We hebben nog voldoende tijd, dus stuur vooral vragen in via YouTube of klik op de website vonkradio.nl en ga naar de Hangouts om je vragen te stellen of live in de studio te komen.
Wij gaan door met vragen die al ingestuurd zijn. Mels, doet Volt mee aan de volgende nationale verkiezingen van de Tweede Kamer? Zeker, zeker. Uit mijn hoofd 17 maart 2021. En daar gaat Volt zeker aan meedoen. En ik ben hier heel enthousiast over. Want als wij kijken naar de Europese verkiezingen, dan waren daar 106.500 mensen die hebben gestemd op Volt. Dat zijn gewoon 3 zetels in het nationale parlement. Dus dat betekent dat wij nu groter zijn geworden. Dat we dus nog meer slagkracht hebben. Dat wij overal door heel Nederland afdelingen hebben zitten met mensen die zich straks actief en hard gaan maken voor ons geluid. Dat Europese geluid, maar ook nationaal en lokaal. Dat is een... voor mij is het een heel historisch moment, want het is de eerste keer dat we aan nationale verkiezingen mee gaan doen voor Volt, waarbij we met alle Europeanen samen onze toekomst kunnen vormgeven. En die kans hebben Europeanen nog nooit eerder op deze manier gehad. Dus dit is voor ons ook de kans om die met beide handen aan te pakken en dat te gaan doen. Dus ja, wij doen zeker mee met de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. En ik heb daar heel veel goede moed en heel veel zin in om dat tot een spetterend succes te gaan maken. Mooi, we hebben een vraag binnen van iemand net via YouTube. Elske vraagt zich af, gaan jullie met andere politieke partijen in gesprek? Want ze vond die gesprekken met GroenLinks en D66 heel erg interessant. Gaan jullie ook in gesprek met Forum voor Democratie? Nou, wij met Volt zijn altijd open voor een gesprek met iedereen. Als je iemand kent van Forum Democratie die graag met Volt wil praten over de thema's waar we het eens en oneens mee zijn en hoe zij naar zaken kijken, link ze vooral aan ons. Vonk Radio gaan we zeker vaker doen. Dan wel in Nederland, dan wel in een ander Europees land, zoals maybe Radio Spark. We gaan het zien, maar ja, we willen staan open om met iedereen in gesprek te gaan, want het is juist heel belangrijk dat politieke partijen ook uitleggen van hoe zij van elkaar verschillen, zodat mensen ook beter een keuze kunnen maken met het stemmen. Ja, je moet dat gesprek aangaan, daar ben ik het helemaal mee eens. Eens even kijken, de volgende vraag. Fons, hoe kan ik me aansluiten bij Volt? Ja, heel simpel. Voltnederland.org en dan is er rechtsboven gelijk een knop voor een meldje aan. En dan meld je aan gewoon eigenlijk om lid te worden. Maar mooi wat binnen Volt is, hè, we werken heel erg lokaal. Dus de lokale stadscoördinator of de HR-coördinator binnen de stad, die ook echt in dezelfde regio woont, die gaat je gewoon bellen met een warm contactje. Gewoon met open armen word je eigenlijk, krijg je het gesprek om te kijken of Volt ook helemaal past. Om te kijken van, hey, wat zou je willen doen? Wil je gewoon alleen maar betalen? Wil je wil je bepaalde beleidsstukken meewerken? Of wil je juist in de organisatie aan de slag? Het kan Europees, nationaal, lokaal. Dus op die manier kunnen mensen snel ook actief worden bij Volt. Ja. Ik zie hier ook een vraag van Ingeborg. Wat is de gemiddelde leeftijd van Volt? Dit vind ik wel een leuke vraag, omdat wij zijn heel vaak uitgemaakt voor jongere partijen. En volgens mij hebben het aantal mensen het ook wel eens een jongere partij genoemd. Maar wij zijn natuurlijk helemaal geen jongere partij. Wij zijn een beweging voor alle Europeanen, voor alle leeftijden, voor alle genders. Onze gemiddelde leeftijd bij Volt is bijvoorbeeld 42,35 jaar, om het maar even heel precies te zeggen. Dus dat betekent dat echt als je bij Volt lid wordt, je niet alleen maar tussen de studenten zit. Nee, het is juist een heel leuk gemixte groep van oudere en jongere mensen die toch samen dezelfde visie hebben op de toekomst. En dat is wel heel leuk om met al die mensen samen te werken. En daarnaast hebben we ook geen jongere partij. Dus ben jij nou jong en jij wil graag politiek actief worden? En dan bij de meeste politieke partijen kom jij in een jongere groep. Nou, dat is heel leuk. Hè? Jij hebt het volgens mij zelf ook gedaan. Maar je bent geen volwaardig lid. Tenminste, zo voelt dat voor mij. Dat was voor mij ook een van de redenen dat ik dacht, ik wil gelijk mee kunnen doen. Ik wil niet alleen maar met leeftijdsgenoten de discussie en het gesprek aan kunnen gaan, maar ook met oudere mensen. Nou, het verschilt. Ik denk, het fijne is van jongere partijen is dat ze ook de belangen min of meer van jongeren toch wel binnen hun eigen moederpartij doen. En het is ook een hele laagdrempelige manier om te kijken of politiek iets voor je is. Maar zoals je wel aangeeft, Mels, het is gewoon belangrijk om ook gewoon gelijk bij de politieke partij te zijn. Want iedere mening en stem telt. En uiteindelijk wordt het spel in Den Haag toch grotendeels door de politieke partijen gedaan en niet door de jongere politieke partijen.
Ik hoop wel zelf, ik denk als Volt aan een vernieuwing toe is, dat over 25 jaar misschien wel een jongere afdeling komt. Die heet dan misschien Oom in plaats van Volt. En die zal dan zorgen voor interne weerstand om te zorgen dat we de nieuwe Europese veren weer hervinden. Ja, dat is grappig, want daar... Mijn mening is dat staat daar zeker niet achter. Ik denk juist dat we die jonge mensen van de toekomst, die voor ons ook jong zijn, die gaan we heel erg nodig hebben. Want die hebben weer een verfrissend nieuwe blik op de toekomst. En die zou ik heel graag gewoon direct in de partijen terug. Dat is nu, daarom ook over 25 jaar. Dus ik zie ook niet dat we dat nu moeten doen. Ik denk over zoveel jaar. En dan ben ik niet zelf, want dan ben ik zelf alweer oud. Precies. Als een pan-Europese partij lijkt het alsof Volt voornamelijk gebruik maakt van online platformen. Hoe zouden jullie de oudere generaties die minder online zijn betrekken? Ik herken het zelf. Want binnen de afdeling Wageningen hebben we ook best wel een groep ouderen. En wat het fijne is dat je kan inderdaad Europees en online meedoen. Maar eigenlijk voor veel nationale en lokale zaken zijn er ook gewoon... lokale bijeenkomsten waar je gewoon heen kan gaan. En we doen ook gewoon heel veel bellen. We komen fysiek bij elkaar. En als mensen moeite hebben met die digitale tools, begeleiden we ze. We komen bij elkaar op bezoek als corona voorbij is. En we hebben ook online informatievideo's hoe die tools allemaal werken. En we bellen dus heel veel met elkaar. We hebben heel veel fysiek met elkaar contact om samen een dinertje te organiseren, om elkaar beter te leren kennen en de nieuwe leden. Maar ook om bepaalde beleidsthema's te bespreken. Zeker. En dat is dat nu met corona natuurlijk even anders. We hadden natuurlijk door heel Nederland allemaal fysieke bijeenkomsten gepland staan. Die gaan dus nu op dit moment even niet door. Maar we willen toch samenkomen om toch dat momentum te houden. En dat doen we online. En daar proberen we ook iedereen zoveel mogelijk in mee te nemen. En daar zetten we heel erg op in door ook onze leden te helpen bij het gebruik maken van die tools. Mooi. Een vraag van anoniem iemand. Dat is de hamvraag van vandaag bij dit thema. Hoe stelt Volt zich op voor het beschermen van het klimaat? Nou, afgelopen weekend hebben we een nieuw beleidsthema ingeslagen bij Volt Europa, waarbij meer dan 600 mensen gestemd hebben over hoe Volt kijkt naar het klimaat. Want dat had een update nodig naast onze mapping of policies, het beleidsstuk waar wij mee opgezet zijn. En ja, we hebben dus een ambitie om in 2030 echt al meer dan 65% reductie te maken ten opzichte van 1990 en ook echt voor 2050 eigenlijk op de nul te zitten. Terwijl Europa nu pas 2050 zegt, zeggen wij van hey, ben je 1,5 graad echt belangrijk, dan ga je op 2040 al op inzetten. En als je kijkt van wat voor klimaatmaatregelen willen we op Europees niveau doen, is bijvoorbeeld het emissiehandelssysteem. Dat werkt momenteel alleen maar voor de energie- en de industriesector. Maar we willen eigenlijk alle andere sectoren ook erbij hebben, zodat je een gezond marktmechanisme hebt dat de duurste maatregelen ook in bepaalde landen niet gelijk genomen worden. Dus dat je de snelle reductie, de makkelijkste reductie, goedkoop mogelijk doet. Maar dat je wel aanvullend beleid hebt in iedere sector om te zorgen dat je wel op tijd die klimaatdoelen haalt. Stel, we willen alle huizen duurzaam verwarmen. Nou, dan moet je heel veel gaan renoveren. Dat is een van de duurste maatregelen. Dus je hebt aanvullend beleid eraan nodig. Dus zo hebben we bijvoorbeeld dat bij, kijk naar mobiliteit, dat we veel meer in willen zetten om te zorgen dat we in ieder land wel de mogelijkheid geven van hoe gaan we nu die fossiele brandstoffen uitfaseren. Daar gaan nu dat is in ieder land anders. Dus vanuit Volt Europa zeggen we ook niet van we willen de hele fossiele brandstoffen in heel Europa tegelijkertijd afschakelen. Maar dat we wel daar nationaal de mogelijkheid hebben om dat op te stellen. En daar zijn we nu beleid van het schrijven bij Volt Nederland. Goed verhaal, Volt. Eens even kijken. Hoe zou je Volt omschrijven in 3 woorden? Dat is heel simpel. Dat zijn samenbrengers, waarmakers en vooruitdenkers. Samenbrengers omdat wij samen met alle Europeanen samen onze toekomst vorm gaan geven. Waarmakers omdat wij nu al actief bezig zijn. We zijn al verkozen op verschillende niveaus. We zitten al in het Europese parlement. We hebben in Oost-Europa en in Duitsland bijvoorbeeld ook al lokale zetels behaald. En wij gaan alleen maar
door daarmee. En zullen dus ook meedoen met een heleboel verschillende nieuwe verkiezingen door heel Europa heen. Vooruitdenkers, ja, dit is voor mij ook een heel belangrijk onderdeel, omdat Volt heeft een lange termijn visie. Dat is zo belangrijk. En dat zie ik niet terug bij een heleboel andere partijen. Eens even kijken. Voor iemand die geen ervaring met politiek heeft, maar daar graag mee wil beginnen, wat raadt Volt aan? Oriënteer je eerst goed. Ga kijken. Zo ben ik zelf ook politiek actief geworden. En als je dan bijvoorbeeld voor een partij kiest als Volt, ik kan eigenlijk alleen maar beschrijven hoe dat hier zou gaan, word je geonboard, zoals wij dat met deze heel onsexy term noemen. Dat betekent dat we je persoonlijk gaan benaderen. Je krijgt een gesprek met de lokale voorzitter van de afdeling. Die gaat vragen, hoe komt het nou dat jij voor Volt hebt gekozen? Wat leuk, wil je ook wat doen of wil je passief lid zijn? Wil je iets bijdragen? Daarnaast kan je ook solliciteren op vacatures die wij gewoon online hebben staan. Ga naar www.volteuropa.org. En daar kan je allemaal vacatures vinden die wij voor Europa, voor nationaal en voor lokaal uit hebben staan. En dan krijg je een gesprek met mij en kunnen we er samen over hebben. Zodat iedereen die graag deel zal opnemen altijd een plekje vindt binnen deze organisatie. Nou, ik wil er ook wel op aanvullen. Kijk welke onderwerpen vind je het meest belangrijk. Maar ga ook gewoon vooral contact opnemen met de nationale partijbesturen. Politiek gaat niet alleen maar om in de thema's, het gaat ook om de mentaliteit en het gaat om de cultuur binnen de partij. Dat die gezond is, dat die democratisch is en dat kan je alleen maar meemaken door er zelf actief na te vragen de mensen binnen de partij te leren kennen. Veel mensen binnen Volt hebben ook op LinkedIn staan dat zij een functie hebben binnen Volt. Dus spreek die mensen ook gewoon aan, stuur een LinkedIn fysiek, ga erover praten van hoe is dat nu? En zo krijg je ook een beter beeld van hoe politiek werkt, want het lijkt ver af te staan. Maar eigenlijk zijn het allemaal gewoon normale mensen die lid zijn van een vereniging, zoals je ook bijvoorbeeld een sportvereniging hebt of een dansvereniging. Precies. Zijn er ook veel niet-Nederlandse leden betrokken bij Volt Nederland? En zo ja, hoe? Gaan jullie om met de verschillende talen en culturen binnen de partij? Er zijn heel veel niet-Nederlandse leden ook. In veel Nederlandse steden hebben we bijvoorbeeld universiteiten waar veel niet-Nederlandse mensen ook studeren. Dat zijn vaak ook wel Europeanen en die kom je dan ook zeker tegen binnen Volt. Dus dat maakt ook weer, om terug te komen op diversiteit, het zo leuk om binnen Volt te acteren. Omdat je komt allemaal verschillende mensen tegen en je hebt gesprekken met mensen uit Italië, uit Zweden, uit Spanje. Met allemaal hun eigen blik ook. En dat is heel verfrissend om daarmee samen het te hebben over de onderwerpen van de toekomst. Hoe gaan jullie om met de verschillende talen en culturen binnen de partij? We hebben natuurlijk in Europa een hele rijke culturele historie met heel veel verschillende talen. Voor onze generatie en misschien ook wel de generatie daarvoor spreken velen van hen Engels. Maar anderen spreken ook wel Frans en Duits. En die drie talen zijn eigenlijk wel heel belangrijk om met iedereen zo het contact te onderhouden. Dus het is eigenlijk, als je één van die drie spreekt, kom je overal. Ja, en kijk, wat ik zelf met ervaring heb, is dat mensen binnen Volt zijn best wel open om met elkaar in gesprek te gaan. Om elkaar eerst gewoon beter te leren kennen van, maar hoe is dat in jouw stukje Europa? Hoe kijk jij naar Europa toe? En die cultuurverschillen, je merkt gewoon hoeveel meer met je met elkaar in gesprek hebt, dat je toch veel meer met elkaar overheen bent dan dat je met elkaar verschilt. Als je maar de tijd neemt en ook dingen uitlegt van waarom je dat bepaalde zaken hebt. Want als mensen aandacht voor elkaar geven, dan ontstaat er altijd veel beter begrip. En zorg ervoor dat je alsnog samen een ambitieus beleidsprogramma kan schrijven. Ja, en daarnaast is de voertaal binnen Volt Nederland wel gewoon Nederlands. Hè? Wij doen eigenlijk bijna alles wel in Nederlands. Maar we zorgen ook dat om alle groepen gedacht wordt en dat we daar goed binnen differentiëren, waardoor iedereen zijn zegje kan doen. Eens even kijken. Ik heb hier nog één vraag. Zijn er Volt-evenementen in welke steden en waar kan ik die vinden?
Als je naar voltnederland.org gaat en dan bij agenda, dan zie je al onze evenementen die je kan bijwonen, ook online evenementen. Nu hebben we geen fysieke bijeenkomsten. Misschien wanneer de coronamaatregelen lichter worden in die anderhalve meter economie, dan zou dat waarschijnlijk wel kunnen. Maar ook daar zijn de online calls die openbaar zijn, zijn gewoon te vinden. Ja, zeker. Is deze radio een eenmalige actie of zullen er in de toekomst meer uitzendingen zijn? Nou, dit is onze eerste vonkradio actie inderdaad, maar ik denk zeker niet de laatste. Hier gaan we zeker mee door, want die vonk die willen we natuurlijk door heel Europa verspreiden. We willen dat lontje vinden en bij iedereen dat politieke lontje aansteken, waardoor mensen weer actief zich gaan bemoeien met de politiek en hun toekomst. En het lijkt mij bijvoorbeeld ook heel erg leuk als we voor de Tweede Kamerverkiezingen dit gewoon weer gaan doen. En dan hebben we vast weer allemaal nieuwe leden die hier ook kunnen staan. En gaan we weer opnieuw deze gesprekken voeren. Beste luisteraars, we hebben nog 10 minuten voor de Q&A-sessie. Dus stuur vooral nu je vragen op. Ga nu naar de website en klik op de link naar de Google Hangouts om met ons te spreken. Ik zie nog een paar vragen die nog ingestuurd zijn. Ik heb gelezen dat Volt niet rechts, maar ook niet links is. Wat betekent dat? Wat dat betekent is dat we eigenlijk gewoon kijken van wat is het gezamenlijke verhaal wat we hebben en hoe zorgen we dat we onze maatschappelijke problemen oplossen. Als jij puur meteen gaat zeggen van hey, je bent meteen links of je bent rechts, dan zet je eigenlijk al meteen bepaalde kopstukken eigenlijk op je gezichtsveld en dan zie je niet de oplossing. Oogkleppen inderdaad. Waardoor je ook niet met andere partijen wil samenwerken. En ik denk van bij Volt zeggen we zo van ja, het gaat om een probleem. Er is een Europese, misschien een nationale of lokale oplossing. Veel van die problemen hebben ook een Europese of internationale dimensie. Daarom hebben we ook een Europese partij opgezet. En samen met al die Europeanen gaan we dus ook kijken van wat is daarbij de belangrijkste oplossing. Dus we kijken naar de wetenschap, we kijken naar de verschillende opiniemakers, we kijken ook vooral, we vragen ook naar elkaar wat denken we zelf. En daar ontstaat, als je goed met elkaar praat, toch beleid dat gewoon een frisse wind, een positieve wind heeft en toch zorgt dat die verandering die problemen oplost. Ja. Ik denk ook dat het leuk is om even te gaan kijken naar onze chat. Ik zie hier een vraag van Friso Datema. Hoe denkt Volt de volgende verkiezingen die jongeren naar de stembus te krijgen? Dus van het moment dat we het over de jongeren en de politiek hadden. Daar is wat we nu aan het doen zijn bijvoorbeeld een onderdeel van. Volt moet echt nog bekender worden onder de jonge mensen, maar ook de oude mensen. En door zichtbaar te zijn en ons verhaal te delen, denk ik zeker dat het steeds beter gaat werken om mensen ook actief te krijgen. En hoe dichter het bij die mensen komt, hoe concreter het is, des te sneller mensen zich ermee gaan bemoeien. Ik krijg hier een vraag van Lucia Nas. Hoe werken jullie met de resultaten van enquêtes, Nederlands en Europees? Ik ben namelijk gevraagd om mee te denken over voeding en landbouw. En ik zou wel mee willen denken op andere issues. Wat wij kunnen doen is om te zorgen dat we je in verbinding brengen met de themacoördinatoren bij Volt Nederland, zodat je ook bij hun direct je input kan geven. We zullen je later vandaag gewoon het e-mailadres geven op de issues waar je wil werken. Dus stuur vooral de thema's op waar je mee wil werken. Wij zorgen ervoor dat je verbonden wordt om mee te denken aan het verbeteren van het beleid van Volt Nederland. Ja. En daarnaast ben je op zoek naar waar je binnen Volt deel wil nemen of bij wil dragen, dan kan je ook mij een e-mailtje sturen. Dat is mels@volteuropa.org. En dan zal ik zorgen dat ik je contact. Mooi, ze heeft al een e-mail gestuurd. Dus zo effectief werkt online uitzending maken om dingen meteen op te pakken. Lekker snel, lekker proactief. Eens even kijken. We hebben nog één vraag volgens mij. Nee, dat was hem. Even kijken. Kijken, als een ik heb nog wel één laatste vraag die volgens mij nu binnen is. Als een pan-Europese partij heeft Volt gereageerd op de positie die Nederland inneemt tegenover de eurobonds? Hoe heeft Volt gereageerd op de positie die Nederland inneemt tegenover de eurobonds? Ja, vanuit Nederland is er heel erg op tegen.
Want zij zeggen van, ja, dan, hè, als je eurobonds maakt, dan zijn er schulden die in Zuid-Europa gemaakt worden, waar dan uiteindelijk de noordelijke landen aan moeten betalen. Maar Nederland moet niet vergeten dat onze economie echt verbonden met elkaar is. Dus als in Zuid-Europa het gewoon echt helemaal slecht gaat met de economie, wij exporteren veel van onze spullen naar andere Europese landen, want we hebben een interne markt. Dus als zij failliet gaan, dan kunnen wij ook niet meer exporteren, dan gaan wij ook failliet. Nee. Want Nederland is een exportland, wij gaan juist heel erg goed op internationale handel en de heldere regels binnen Europa en ook in de wereld. Dus wij zijn vanuit Volt ook heel erg pro op de eurobonds. We hebben dat ook een open brief gestuurd in Politico, de Europese nieuwsbrief of een nieuwskrant. Dus wij vanuit Volt Nederland vinden wij ook dat onze Nederlandse overheid heel goed moet nadenken om wel die eurobonds in te stellen, omdat dat uiteindelijk ook zorgt dat het beter is voor Nederland. Ja, en wat we bij Volt ook dachten is dat er... Ja, er werden in bepaalde beelden gedacht. Hè. De Noord-Europeanen waren niet solidair, hand op de knip waren gewoon knieperts. En de Zuid-Europeanen waren luiwammersen die te veel geld uitgaven en onvoorzichtig waren. Kijk, dat is te makkelijk om binnen die termen te denken. En daar zijn we binnen Volt ook zeker op tegen. Ja. Mocht je daar meer over willen weten, check de website volteuropa.org om de volledige statement te lezen van Renier van Lanschot samen met Valerie, onze twee voorzitters van Volt Europa. Ik heb nog een vraag, Mels, over kernenergie. Hoe kijkt Volt naar kernenergie? Nou, daar ging het afgelopen weekend ook over, ja. Want dat is ook heel belangrijk in de energietransitie, dat we naar alle vormen van de energieproductie kijken. Je ziet bijvoorbeeld ook met de Europese Green Deal dat Centraal en Oost-Europa echt de optie van kernenergie open wil houden. In Nederland gaan die stemmen ook op. Afgelopen weekend hebben we daar uitvoerig over gepraat. Wat heel erg interessant was binnen Volt Europa is dat Fransen en Duitsers ook verschillend kijken. Ook leden van Volt. Want ja, in ieder land speelt een ander narratief, omdat onze media nog heel erg nationaal georiënteerd is. En wat wij vanuit Volt daarvan vinden, is dat kernenergie, hè, is op de verre lange duur, over 100 jaar, niet de oplossing, maar is voor de korte termijn voor de klimaatproblemen wel een optie die we niet moeten uitsluiten. En met name ook de nieuwe technologieën moeten wij ook gewoon doorontwikkelen. Hè. In Europa hebben we al heel veel ontwikkelingsprogramma's, R&D, zoals Horizon Europe, waarbij we vanaf 2020 heel veel vanuit Europa samen geld poelen om onze universiteiten door heel Europa samen nieuwe technologieën te ontwikkelen. En die sluiten we vanuit Volt ook niet uit. En als je precies wil weten hoe we vanuit kernenergie nadenken, het beleid is dit weekend ingestemd, dus binnenkort komt dat ook op de website. Maar wij staan positief tegenover kernenergie, want we kunnen niet oplossingen uitsluiten tegen klimaatverandering, tenzij ze echt heel veel nare bijwerkingen hebben. Maar wij hebben overwogen dat bij kernenergie op bepaalde plekken in Europa wel kan. En ook in Nederland is de situatie dat we kernenergie al mogen bouwen, dat mensen al mogen aanvragen. Maar dat gebeurt momenteel niet, omdat het ook gaat over je netbeheer. Dus het is een best wel complex iets, want het gaat niet alleen over productie, maar ook over hoe krijg je het energiesysteem zodat we altijd veilig, altijd stroom hebben op een goede kostprijs. En nu met hernieuwbare energie en met batterijomslag gebeurt er nu zoveel dat de politiek niet kan zeggen dat één oplossing de oplossing is, maar dat er een mix moet zijn. Dus het is super interessant. Ik praat er met heel veel jong professors over in Nederland. Een onderwerp. Is het verhaal nog niet helemaal opgelost, maar kijk vooral op onze website, want daar hebben we de meest up-to-date stellingnamen richting kernenergie. Ja, dank allemaal. Heel erg dank voor jullie geweldige vragen. Leuk dat we zo interactief met elkaar het gesprek aan konden gaan.